Welkom bij de 1.3 Biocast. En die gaat over onderzoek doen. En zo heet die ook. En in je schoolcarrière zul je nog veel onderzoek doen. Bij biologie, maar ook bij natuurkunde en bij scheikunde. En het gaat min of meer op dezelfde manier. Dus je kunt het maar beter gelijk goed leren. Onderzoek doen begint, zoals je in het filmpje zag, eigenlijk altijd met verwondering. Vanuit die verwondering bedenk je een vraag waar je een antwoord op wilt vinden. Je onderzoeksvraag dus. Om die te krijgen, moet je bedenken hoe je dat antwoord op die vraag kunt krijgen. Daarbij heb je een werkwijze nodig. Daar hoort bijvoorbeeld een proefopstelling bij. Een lijst met benodigdheden, een soort boodschappenlijstje voor de TOA. En een tijdsplanning. Wanneer ga je dat doen? Hoe lang ben je bezig? Hier zie je bijvoorbeeld een simpele proefopstelling. Maar je kunt er ook al zien dat je een aantal dingen nodig hebt. Je lijstje. Als je die resultaten gaat verzamelen en verwerken, dan ga je eigenlijk je proef of je onderzoek uitvoeren. Dus je voert je werkplan uit. Je verzamelt de resultaten. Maar ja, daar heb je nog niks aan. Die moet je ook nog gaan verwerken. En dat zie je hier op de foto weer gebeuren. Dan kun je een conclusie trekken als je de resultaten goed verwerkt hebt. Je kijkt goed naar de resultaten, je trekt een conclusie en controleer jezelf. Is de vraag beantwoord? Hier zie je hoe je een onderzoek doet, een experiment met een proefopstelling. De dingen die je nodig hebt, hoe je ze neer gaat zetten. Maar het kan ook zijn dat je in de natuur een onderzoek gaat doen. En zo wil je bijvoorbeeld weten hoeveel madeliefjes er voorkomen op dit grasveld. Dat is natuurlijk ondoenlijk om ze allemaal stuk voor stuk te gaan tellen. Dus je hebt een kwadrant, een vierkante meter die aangegeven wordt door de latjes die je ziet liggen. En binnen die latjes tel je de aantallen madeliefjes. En dat vermenigvuldig je met de grootte van het hele terrein. Dit is een onderzoek naar de eieren in nestkastjes in een bos. Daar heeft iemand een lijstje van gemaakt. Dat is op zich nog niet zo duidelijk. Dus ik zou daar een tabel van kunnen maken. Daar wordt het alweer een stuk duidelijker van. Als je zo'n tabel hebt, kun je het nog wat overzichtelijker maken door er een staafdiagram van te maken. Het gaat over het aantal nestkastjes. Die ga je aan de eiers uitzetten, links dus. En het aantal eieren is onderaan weergegeven. En dan vul je eigenlijk de gegevens in zoals ze in je tabel stonden. En daar maak je staven van. Natuurlijk met je geo. En die kun je dan een mooie kleur geven. Je ziet dat dit een stuk overzichtelijker is. In één oogopslag kun je zien hoeveel eieren het meeste voorkomen in een nestkastje. Dat is in dit geval 10 eieren. Je kunt ook een cirkeldiagram maken. En daar zijn wat handelingen voor nodig. Want dan moet je de percentages hebben. Dat reken je op de volgende manier uit. Ik heb hier één nestkastje. Het totaal van de nestkastjes is 30. Dus ik zet hier de 30 neer. En onder de streep zet ik de 100 neer. Van de 100%. En ik moet van die 30 naar één nestkastje toekomen. Dus dat betekent dat ik moet delen door 30. Dan moet ik dat onder de streep ook doen en dan kom ik uit op 3,3. Die kan ik invullen bij de percentages. Als ik hier kijk naar de 3 nestkastjes, 30 delen door 3, moet ik dus delen door 10. Moet ik onder de streep ook doen, kom ik op 10% uit. Nou, dat is weer hetzelfde bij de derde. En zo kan ik het hele rijtje invullen. Ik controleer mezelf door het totaal helemaal rechts te kijken of ik op 100 uitkom. En dat is gelukkig het geval. Dus ik kan daarmee een cirkeldiagram gaan maken. Want elk streepje, de ruimte tussen de streepjes eigenlijk, stelt 1% voor. Dus ik bepaal eerst het midden, één lijn en dan kom ik op 3,3. En zo tel ik elke keer door tot ik alle streepjes gezet heb. Dan kan ik ze een kleurtje geven. Doe ik nu niet met de hand, maar ik heb het wel de computer laten doen. Dan krijg ik zo'n taartdiagram, cirkeldiagram.
e-book wordt er ook nog wat verteld over meerkoeten. Vogels die je vaak ziet in en rond het water. En er is een heel groot onderzoek dat meerdere jaren al duurt. En er is ook een waarnemingsformulier voor gemaakt. Want je kunt je wel voorstellen, als je met heel veel mensen samenwerkt, moet je wel precies op dezelfde manier werken. Daarom heb je de gestandardiseerde methode bij zo'n wetenschappelijk onderzoek. Maar er is ook zo'n formulier hier waar je goed moet invullen wanneer, waar je precies je waarnemingen gedaan hebt. En het aantal meerkoeten. En dan gaat het erover of je ze los ziet als individu, dus groot stuk uit elkaar, als paartjes of als kleine groepjes of een grote groep. En soms zullen er ook geen meerkoeten te zien zijn. En dan kun je per week zo'n diagram maken. Let op, dit gaat over procenten. Dus alle waarnemingen bij elkaar komen altijd op 100% uit. Hoeveel meerkoeten er in dit geval zijn, weet je dus niet. Maar je kunt wel kijken of ze in grote groepen, in kleine groepen, in paartjes of alleen voorkomen. Of dat je geen meerkoeten gezien hebt. En zo zie je het verschillen van week tot week. Een heel groot onderzoek dus. En dit was het einde van de 1.3 Biocast. Veel succes met je onderzoek doen en tot de volgende keer.